Hallo allemaal, ik ben Natasha. Hoe gaat het met jullie allemaal? Ik heb een vorige video van ons gekomen met sterke fietscollectie uit Frankrijk. Ik heb dus ook altijd gedacht van, oh, ik heb echt al eens een leven in Frankrijk geleefd. Dat kan ook niet anders. En een tijdje geleden heb ik eens een reading laten doen door een medium. En bij haar kwam ook naar voren dat ik dus inderdaad een leven in Frankrijk heb geleefd. Zij heeft daar een hele mooie tekst over geschreven. Die ga ik nu voorlezen aan jullie. Dus ja, geniet ervan en luister maar even. Uw gids is een vrolijke, energieke man met een verfijnde, maar krachtige energie. U kent uw gids onder andere uit een middeleeuws leven, waarin u beide sterk met de natuur verbonden was. Hij heeft een mooie witgouden energie en hij laat zich dansend zien. Hij maakt pirouettes en danst, hij danst het leven. Hij wil u daarmee aangeven om het leven meer te nemen zoals het komt en niet overal te zwaar aan te tillen. Niet overal zo zwaar serieus en vervolgens beperkte patronen alles te willen doorgronden. Word wat speelser, zeker in de afstamming op elfen. Deze gids is open en blij en u bent zelf ook vrolijk en blij. Maar u beperkt uzelf te veel door u alles precies volgens regels te willen doen. Terwijl u zelf heel goed aanvoelt wat wel of niet mag of kan. U bent een gevoelige vrouw die inderdaad de aanwezigheid van de meer subtieler energieën aanvoelt. Vooral de elfen, maar ook nymfen. Uw gids is ook geleerd aan de elfen en nymfen. In het middeleeuwse leven was dit heel gewoon voor u. U liep toen samen graag door de omringende bossen heen. Het kasteel op de achtergrond was uw domein. Uw gids was in dat leven uw echtgenoot en in een soortgelijk leven uw vader. In beide levens heeft u veel van hem geleerd. U heeft nog steeds een beetje heimwee naar die levens. Daarom houdt u ook van een sprookjesachtige sfeer en van een rozentuin. Het eerste leven als echtpaar was in de vroege middeleeuwen in Frankrijk. En het andere leven was in Engeland in de 16e eeuw. De naam van uw gids is Daniel. En hij laat zich zien zoals u hem kent uit het Franse leven. U staat zelf symbolisch afgebeeld met een paar vleugels. Sla uw vleugels uit en volg uw gevoel. Uw eigen intuïtie zegt u zelf heel veel. Vertrouw u daarop. U bent iemand die puur en zonder ego wilt leren en ook samenwerken. Ga daarmee aan de slag. Uw gids begeleidt u daarin. Boven in de boom laat nog een gids zich zien. Dit is een sprankelende, slanke, zeer bewegelijk jongeman met een enorme grote hoeveelheid energie. Hij moedigt u ook aan. Hij is familie van u, een vrolijke, spontane man die heel veel lacht. Voel bij uzelf en kijk niet te veel hoe anderen iets doen. U zult van de een en de andere verbazing vallen in wat u ontdekt in en om u heen en wat u ervaren gaat. Loop buiten in de natuur en stel u open. Gewoon rustig lopen, niets forceren door te moeten mediteren of iets dergelijks. Gewoon speels zijn en niets verwachten, dan staat u vanzelf open voor indrukken. De natuurwezens zijn om u heen. En zeker de bosnimfen en elfen als u in uw bos bent. U heeft ook energiekanalen in uw handen die u verder kunt gaan ontwikkelen. Zij geven heel de energie door. Uw gids heeft een bol van rozenkwarts in zijn hand. Pak zelf het balletje op en ga aan de slag. De rozenkwarts is ook een half edelsteen die bij u past. Hij is verzachtend en ook geliefd bij de elfen en de engelen. Alles duidt op vrolijkheid en blijheid. Laat het maar stromen en probeer niet te veel alles te duiden of een vakje te doen of een naam te geven. Voel en u gaat langzaam begrijpen wat alles u te zeggen heeft. Ga uzelf op een ontspannen en speelse manier praktisch ontwikkelen, want u bent erg gevoelig en leergierig. Als het blij aanvoelt, is het goed. U krijgt heel veel liefde en lichtkracht van uw gidsen en engelen, maar ook van verschillende natuurwezens. Zij zijn blij met u. Een hele mooie boodschap, dus ik ben er wel heel erg blij mee. Ja, het klopt ook helemaal wat zij heeft doorgekregen. Ik herken mezelf er heel erg in. Dus dat wil ik heel graag delen met jullie. Ja, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. Zoals jullie zien, schijnt de zon hier heel erg. Dus ja, heel erg veel zonnige groetjes aan jullie allemaal. En heel veel liefs van mij.